Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Believius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2015 met Believius natuurlijk. Vandaag gaan we in een koploper rijden van Martinair, van Heilo naar Den Helder. We staan hier momenteel in Heilo en ik zal even de deur hier openen. En zoals je kunt zien, er zit nog een koploper van Egon zit erachter. Ik zet even de koersborden op Den Helder. Want daar gaan wij vandaag namelijk naartoe. Die zet ik even uit, omdat ik het heel irritant vind. De richtingsschakelaar gaat voor mij naar voren heen. De mogen uit. En die mogen van mij ja, wel branden. Zo, dat is prima zo. En dan is de bedoeling dat wij vandaag gaan stoppen. Oh, go via rood. Dat is vet. Wij gaan dus vandaag nog stoppen in... Wij stoppen niet in Alkmaar. Oké, we gaan gewoon meteen door de Heergewaard, Schagen. En dan vanuit Schagen meteen naar Den Helder heen. Oké, dus het ziet eruit dat we niet gaan stoppen in het overige. Nou ja, wij gaan nou in ieder geval een stukje rijden. En dan gaan we beginnen om dus naar... Ja, volgens mij gaan we dan naar... Heer Heergewaard heen meteen. En nog niet naar, hoe heet dat? Niet meteen, ja, voor mij gaan we gewoon langs Alkmaar, denk ik. Nou ja, maakt je op zich ook niet veel uit. We gaan gewoon door. En in deze episode gaan wij de comments van episode 100 en... Hey, het ziet er trouwens een beetje anders uit hier. Of ligt het aan mij? Oh nee, dit is natuurlijk gewoon Heilo. Nee, ik dacht al van, dat klopt hier niet, maar dat klopt verder wel. En wij gaan trouwens de comments doen van episode 152 vandaag. Goedemorgen dames en heren en welkom in deze Intercity naar Den Helder. Onderweg zullen wij stoppen op Heer Heergewaard en Schagen en ons eindstation zal zijn station Den Helder. Dames en heren, de NS wens u een prettige reis toe. Nou en daarmee kunnen wij deze... Ja, deze leuke episode beginnen natuurlijk. En dan zullen we, ja... Het lijkt erop dat we nu rijden naar iets dat rood heet. Ik weet niet wat het is. Maar iets dat rood heet in ieder geval. En nou ja, ik neem aan dat er zometeen iets... ja, iets komt met een rood sein, denk ik. Dus daar ga ik vanuit. Als hier staat go via rood... En dan zal ik eventjes de comments erbij gaan laden. Dan moet ik even deze hebben. Heb ik een hele app voor... Oh, kijk, zie. Daar ga je al. Dus we gaan even de tractie loslaten. Eens even kijken waar de volgende sein weer geeft. Het volgende sein geeft aan geel en... Oké, dat kan. Oh, ja, doe maar rustig, ik rem wel. Zo, ja, ik ga even mijn... ik hou even mijn gedachten natuurlijk een beetje erbij, hè. Omdat ik wil niet dat als ik mijn comments weer ga behandelen... dat ik dan in één keer weer van die rare dingen tegenkom. Nou, dan denk ik dat het volgende zijn eventueel op rood zou staan dan. Als ik het zo goed begrepen heb. Terug naar 40. Zo. Of is het trouwens gewoon een... oh ja. Dit is dus een bug sein. Oh, dat mag niet zo. Zo. Kijk aan. Nou, schijnbaar hoeven wij dus niet te stoppen in Alkmaar. Ik weet trouwens niet waarom wij niet hoeven te stoppen in Alkmaar. Maar ik krijg in ieder geval geen ja, stopteken hiervoor. Dus ik neem aan dat wij gewoon meteen moeten doorrijden. Ja, het schijnt zo te zijn. We moeten gewoon door Alkmaar heen rijden. Nou. Misschien is het een foutje van de scenario maken, maar het schijnt er nu op te lijken dat wij gewoon door Alkmaar heen moeten rijden.
en hier niet hoeven te stoppen. Nou, goed. Wij gaan dan gewoon door als Intercity. Even kijken. De comments van episode 152. Eens even kijken. Ik haal ze even allemaal erbij. Toen reed ik met een SGM Sprinter van Ede-Wageningen naar Arnhem. Ik moet trouwens zeggen dat ik het heel erg apart vind dat... Is hij nog rood? Nee, niet. Oké. Okay. Goed. Doorrijden dan maar. Oh, er staan hier wel een paar leuke treinen aan de zijkant. Oh, dit wordt een hele scherpe volgens mij. Een of andere hoek van 90 graden bijna. Joe. Nou, Björn gaat er even langs. Dankjewel. Nou, even de tractie hier uitschakelen. Omdat we momenteel een... we gaan over een stukje heen zonder bovenleiding. Dan kun je dus eventjes geen tractie geven. Omdat je dan... anders krijg je zo'n steekvlam. Of zo'n vlamboog. Of hoe ze het ook noemen. Daar hebben ze een heel mooi woord voor. Eens eventjes kijken. We beginnen met de eerste comment. Ik ga heel even kijken wat zijn daar verder doet. Dat zijn zegt groen. Oké. Okay. Nou, de eerste comment. Friso komen. Björn, wist je dat de tijdschema's niet kloppen? Hier, die de andere trein vertrekt om 08 en jij hoort al op te komen op 7. Ja, ik kan er niet veel aan doen natuurlijk als de tijden niet kloppen van een scenario. Die komen namelijk gewoon van een routemaker. Dus, of van een scenario bouwen. Dus daar kan ik op zich niet heel erg veel aan doen. OV jongen, hoi bliefjes. Leuke video, zoals... Het misschien leuk om met de SLT van Baarn naar Utrecht heen te rijden. Nou, volgens mij heb ik wel scenario's van Baarn naar Utrecht. Dus die wil ik op zich best wel een keertje spelen als het gewaardeerd wordt. Dus ja, dat... Maar ik weet niet of ik het met een SLT red. Dutch Gamer on PlayStation. Wat ben ik blij dat je met SGMM binnenkort uit dienst gaat. De meeste stellen halen hun maximale toegestaande snelheid van 120 km per uur niet eens. Ja... Weet je, daar denken mensen heel erg verschillend over, denk ik. De ene is er misschien blij mee, de andere is iets minder blij mee. Ah, toch wel mooi om aan te zien, hè, dat deze twee... maar natuurlijk ook de hele beroemde koppeling die ertussen zit. Die moet zometeen maar op station Heer Hugo Waard gaan aanzien, denk ik. Wesley, haar leuke video. In ieder geval bedankt daarvoor. Rico Koster, hoi Björn, kun je misschien een keer van Almere naar Utrecht Centraal rijden? Utrecht zijn er in heel veel routes, alleen Almere heb ik, die is er gewoon niet te vinden. Anouk Keupink, kun je ook eens een keer met de Intercity van Steenwijk naar Zwolle? Naar Steenwijk en Zwolle. Ja, die bestaat helaas nog niet, dus daar kan ik helaas nog niet mee rijden. Wat nou weer? iCraft Movies, kan je ook eens met de DDZ van Utrecht Centraal naar Harderwijk rijden? Ja, dat kan. Ik kan van Utrecht Centraal naar Harderwijk heen rijden, zonder enige problemen. Dus ja, dat kan ik doen. Dat is geen probleem. Zo. Wat zegt het volgende zijn dan? Daar moeten we nog achter zien te komen, denk ik. Dat is namelijk geel aangaf. Vind ik vaak best wel Engels die geel aangeeft. Die zegt groen. Oh, nou. Dan halen we de rem er gewoon even vanaf. En dan even wat tractie bijgeven. Want anders klopt dat namelijk helemaal niet meer. iCraft Movies, kan je een keer met de MDDM rijden. Van Arnhem naar Utrecht Centraal. Die heb ik lang niet meer met de MDDM gereden. Ja, dat zou op zich best wel kunnen eigenlijk. Met de MDDM. Utrecht Arnhem. Volgens mij heb ik daar zelfs nog wel een scenario van. Dus ik zal even kijken wat ik in ieder geval voor jou kan betekenen. iCraft Games, je ging met een Mat 64 rijden op Train Simulator, episode 152 en nu de SGM, ik snap er niks van. Ja, dat heeft misschien mee te maken dat ik vaak dingen zeg die ik in de episode ga doen, terwijl het misschien niet zo is. Ik bedoel, omdat ik de episode al een week later opneem, weet ik soms denk ik niet meer welke afspraken ik dan wel of niet heb gemaakt. Dus misschien moet ik daar eens beter, hey, een SLT. Misschien moet ik daar heel iets beter op letten. Maar ik rijd gewoon met allemaal verschillende treinen. En ik probeer iedereen zo... Zo tevreden mogelijk te houden natuurlijk.
Maar dat kan niet altijd even goed, denk ik. Zo, komen we hier op tijd aan. Ja. Oh. Dames en heren, het volgende station is Heer Hugo Waard. Hier kunt u overstappen voor de richting Hoorn. Dames en heren, het volgende station is station Heer Hugo Waard. Zo, doen we die deur open. Kunnen we nou even kijken naar die koppeling trouwens, volgens mij, hè? Kijk, deze bedoel ik. Ja, het schijnt nog wel iets raars te zijn met als je een scenario laat, dat deze twee niet tegen elkaar aanflikken. Maar oké, whatever. Dat maakt op zich niet heel veel uit. De volgende comment is van Bol Dordland. Hoi Björn, de SGM is mijn lievelingstrein, dus geweldig. Je maakte mijn comment de vorige keer niet af. Ik ben bezig met de route Rotterdam-Hoek naar Holland. Maar kan ik geen assets downloaden? Wel downloaden, maar dan krijg ik je een map, dus kun je ze installeren. Hopelijk weet je de oplossing. Zou je in de SGM heel duidelijk van cabine rond willen kijken? Nou, ik snap jouw vraag echt niet zo goed. Heb je problemen met het downloaden van assets? Geef me even een betere uitleg. Want ik snap niet jouw hele vraag, zeg maar. Bart Schoneveld, hey bliefjes, een vraag. Kun je met de BR120 Expert Line met Ideal betalen? Nou, het is een soort van Virtual Railroad. Dat is een Duitse uitgever. Dus ik denk niet dat je met Ideal daar kunt betalen. Want dat is alleen maar in Nederland. Ik denk dat het gewoon met PayPal blijft bestaan. Jason Jordan. Kan je ergens, weet ik veel, naar Rotterdam rijden? Nee, want Rotterdam bestaat niet. Ruud van Santen, hoe zet je de PZB aan? Nou, dat is mijn controller die zo aan het trillen is. Leuk. Dat ligt eraan. Als je de PZB in de treinen van DTG aan wil zetten, dan is het volgens mij Shift en Numpad Enter. En als je in de treinen van Virtual Railroads rijdt, dan moet je met Shift 8 moet je die aanzetten. Kevin Kuipers, kan je ook eens met de buffel van Zwolle naar Enschede? Nou, de buffel wordt momenteel aan gewerkt. Dat wordt door Chris Strange gedaan, zeg maar. En de route van Enschede naar Hoofddorp Opstelten wordt ook momenteel aan gewerkt. En ja, even kijken, dat kan nog wel eventjes duren. Dat gaat nog langs Schiphol heen en zo, weet je wel. De trein is trouwens lekker aan het wiebelen. Jee, wiebel de wiebel. Oh, ik rijd te snel. Zo. Top. Eens eventjes kijken. Abel Gaming, wil je een keer met een tram rijden? Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik echt vet. Ik ga wel eens een keer kijken of ik op die straatroute kan rijden. Daar heb ik nog wel een scenario van. iCraft Movies, bliefjes, raar. Als ik de eerste muziek hoor, was hij veranderd. En nu is het weer de oude muziek. Heb je het wel goed gemaakt? Ik snap helemaal niet wat je bedoelt. Wat bedoel je met muziek? Ik heb daadwerkelijk geen idee wat je nou bedoelt. Reviews en vlogs. De SLT is ook een van mijn lievelingstrein. Maar ik heb er nog nooit echt in gezeten. Maar wel in Train Simulator. Ik heb al een keer in de SLT gezeten. Toen reden we naar de Efteling heen. Alleen geen idee welk traject het dan precies was. Gimantic, kan je Roblox doen? Nee, ik vind dat spel niks aan. Sorry. No offense, maar ik vind dat spel echt niet leuk. Het spijt me. Marco Smit. Hoi Björn. Hoe moet je met de SGM sprint rijden? Ik weet niet hoe dat moet. Nou, je moet gewoon tractie geven met A en D. En de remmen eraf halen en richting schakelen naar voren. En dat is alles. Bert van Münster. Leuk dat je weer eens met een vierdelige SGM reed, die normaal niet bestaat. Kan je eens met een goederentrein, bijvoorbeeld een 2200 diesel lok, ik denk wel dat je die hebt, van Arnhem naar Arnhem goederen gaan rijden. Hopelijk dat het bij jou kan. Nou, ik zou eens even kijken wat ik allemaal met de 2200 kan doen in ieder geval, hè. Zo, even die op neerzetten. Even kijken. En de vraag vuur met werk.nl zich ook af. Sinds wanneer bestaat een SGM met 4 bakken? Ja, normaal gesproken natuurlijk bestaat die helemaal niet. Maar ja,
Dat is gewoon iets dat die scenario-makers om elkaar heeft geflikkerd, dus daar kan ik helaas niks anders van maken. Bart Schoneveld, bliefjes, jij zegt SGM naar Utrecht, maar het moet Arnhem worden. Ja, klopt, daarna had ik hem veranderd nog. Vuurmetwerk.nl, leuk video Bjorn, wil je een keer met de goederentrein? Maakt niet uit welke route. Nou, gelukkig heb ik vorige week heb ik met een 6400 gereden, dus dat was wel een beetje cargo waardig, of niet? GamerNL, hey Bjorn, deze SGM had 4 bakken, maar dat bestaat niet. Verder een leuke video. Nou, bedankt en ik ben op de hoogte. En er bestaat alleen maar een 2 en 3 bak SGM, ik weet het. Vriendengames, leuk, weet je hoe je de route maakt? Nou, ik weet wel dat Koppel op een bal. Die is heel veel bezig met routes maken en zo. Maar ik er verder niet. Ik bedoel, ik kan wel scenario's maken en dat vind ik al heel erg knap van mezelf. Maar verder dan dat moet je me echt ook niet gaan vragen. Ik bedoel, ik vind het al heel fijn dat ik überhaupt een scenario in elkaar kan knutselen. En ja, daar hou ik het ook graag bij. Ik ga verder geen routes maken of wat dan ook. Ik geniet vaak van de routes van andere mensen. Dat is misschien beter. Ik vind het trouwens wel leuk om even in het passagiersaanzicht te gaan kijken. Zo. Ik vind het trouwens wel heel erg mooi, want ik heb namelijk een beta gekregen van deze route. De naam is nu aangepast. Hij heet Noordwest Nederland. En ja, wat eraan veranderd is, ik zal het je even heel snel laten zien. Ik kan nu ook verder dan Heilo gaan, maar ik heb alleen nog geen scenario voor. Kijk, zie, ik kan nu helemaal naar Uitgeest heen. En naar Kolmschacht, dat ik dit heet. Nee, Castricum? Castricum? Of zo, daar kan ik nu ook heen. Maar helaas kan dat nou nog niet. Ik moet er eerst een scenario voor hebben. Ja, daar vinden sommige mensen echt gewoon hilarisch. De NS... De NS-ambulance. Mensen willen die graag nog eens een paar keer horen. Dus bij deze, even de NS-ambulance. Hey, cargo! Met een paar flinke tanks achterop, zo te zien. Nou, we gaan alvast een klein beetje remmen. Dames en heren, het volgende station is Schagen. Dames en heren, is Schagen uw eindbestemming? Vergeet dan voor of gaat u over naar een andere vervoerder? Vergeet dan vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is Schagen. Oh, nou raak ik me heen. Zo. Dat is die vervelende joystick ook, die van die hele grote trilgeluiden maakt. Zo. Er staat er volgens mij nog een MDDM staat daar nog. Nou, wij mogen hier om 20 vertrekken, dus we staan hier al eventjes. Zo. Doen we hier van onze deur open. Bam! Zo, nou dan moeten we hier maar heel eventjes wachten totdat er andere trein ons tegemoet komt rijden. Ik wil wel graag eventjes zien welke trein dat nou is eigenlijk. Volgens mij komt hij al ons tegemoet, want hier gaan de spoorbomen al naar beneden heen. Of niet? Je hebt groen. Oh, volgens mij heeft hij mij gehoord nu. Nou, we gaan nog wel eventjes voorbij zien komen, denk ik. We gaan wel eventjes naast die Aldi vrachtwagen staan. Reclame. Nou ja, moeten we eventjes hier wachten. Als het goed is, komt hij zo meteen langs. De MDDM. Ja, toch een MDDM.
Ik vraag me af, gaan de spoorbomen nu weer omhoog of blijven ze zo lang wachten totdat mijn trein ook weer voorbij komt? Denk het wel. Nou, we hebben al een groen sein gekregen, dus ik denk... We gaan er nu gewoon aan de andere kant van de overweg opwachten, denk ik. Nou, onze deuren zijn dicht. Dus ik laat de trein in ieder geval alvast vertrekken. Oh, wielslip. En als het goed is, mogen daarna de spoorbomen wel weer omhoog gaan, lijkt mij. Nou, dat ziet er wel mooi uit zo. En gaan als goed zo, ik wou zeggen, die dingen mogen nu wel omhoog gaan, toch? Alleen het vervoer blijft toch om te, die besluit toch om te blijven staan. Nou ja. Dames en heren, goedemorgen en welkom in deze Intercity naar Den Helder. Wij zullen ondertussen geen tussenstoppen maken. Deze trein zal meteen doorrijden naar Den Helder. Dames en heren, DNS die wenst u een prettige reis. Ja, het schijnt zeg maar echt zo te zijn. We gaan niet stoppen in Annapallona en Den Helder Zuid. Maar wij gaan echt gewoon zeer direct door naar station Den Helder. Dat een kleine 20 kilometer verder zal liggen. Ik denk wel dat wij nog een paar seinen zullen krijgen die ons zullen melden dat wij... af moeten remmen en zo. Omdat we dan door het station heen rijden, zeg maar. Maar dat maakt op zich verder in ieder geval uit. Ik weet niet of jullie dat konden horen, maar ik... er reed hier iets van een brandweer voorbij. Nou ja, in ieder geval komt er ook nog een soort van OV-special komt eraan. Of die is al gekomen, ik weet niet. Ik neem je alle van tevoren op, dus... Maar we zijn in Madurodam zijn weg geweest. En daar ga ik nog even een kleine special over maken. Omdat dat mij wel heel erg leuk lijkt. Maar goed, voor nu. Wat ik graag even over deze route wil vertellen. Ik heb dus de nieuwe beta. Ik heb een beta gekregen. Dat, is dus, dat heet nu dus Noordwest-Nederland. Dus niet meer van Den Helder naar... zeg maar wat heen. Het is nu gewoon van... heet nu gewoon Noordwest-Nederland. Ja, dit is dus uitgebreid naar... ben ik even de naam in één keer kwijt. Ik hoorde het ook alweer. Oh. Even kijken. Het is uitgebreid naar Uitgeest. Nou, gaat weg. Goed zo. Daar is helemaal naar uitgebreid. En ja. Dat ziet op zich hartstikke mooi uit, lijkt mij. Dus ik vind het hartstikke tof. Alleen wat mij heel erg leuk lijkt, is dat alle routes aan elkaar worden gesplitst. Weet je wel? Oh. Daarmee bedoel ik dus dat het hart van Nederland, Noordwest-Nederland, Vlissingen, Sober, zou wel vet zijn als het allemaal aan elkaar zou worden geknutseld. En dan krijg je één grote route krijg je dan. Dat lijkt mij gewoon heel erg vet. Maar ja, dat is alleen maar wat ik natuurlijk denk. Ik bedoel... Het zou wel vet zijn, een soort van map van heel Nederland, dat je overal heen kunt gaan, maar dat is natuurlijk ontzettend veel werk. En nou ja, dat kan ik ook sommige mensen niet kwalijk nemen, het is gewoon heel veel werk. Nou, als het goed is, dan mogen wij hier gewoon direct doorrijden, of
Er zal misschien nog onze trein tegemoet komen. Eén van die twee in ieder geval. Ik zal even mijn joystick eruit halen, anders krijg ik continu elke keer van die trilgeluiden op de achtergrond. En dat wil ook niet iedereen, denk ik. Dus ja. En ik denk trouwens wel dat ik een scenario ga maken voor als de route Enschede naar Hoofddorp uitkom. Ik denk dat ik een soort van, op de een of andere manier, gewoon een rechtstreeks scenario ga maken. Want vanuit Enschede rijden nu alleen nog maar treinen rechtstreeks naar Den Haag. Er rijden volgens mij, ik bedoel, toen ik dit weekend met de trein ben gegaan, ik had alleen maar een optie om rechtstreeks naar Den Haag in te gaan. Je kon niet meer rechtstreeks naar Amsterdam heen. Dat zal wel zijn vanaf die nieuwe dienstregeling, zeg maar. Dus ja. Dat is misschien wel eventjes iets. Oh, toch maar weer 60, ja. Geen 80. Hallo mensen, waarvoor ik niet ga stoppen. Wel trouwens vreemd, want normaal gesproken mogen Intercity's hier altijd gewoon, of moeten ze altijd hier stoppen zelfs. Maar goed, wij gaan in dit geval gewoon lekker door. Zo. We zijn in ieder geval over de wissel heen. Maar in ieder geval, ik kon dus alleen maar rechtstreeks naar Den Haag heen. Dus ja, ik denk dat ik een soort van... maar ik denk dat ik wel een scenario ga maken. En ook heel graag uit zou willen rijden van Enschede helemaal naar Hoofddorp Opstelten heen. Dat lijkt me best wel vet. Maar bijvoorbeeld van Enschede naar Apeldoorn, dat is al een dik uur rijden. Dus ik bedoel, dat is gewoon min of meer gekkenwerk. En als je naar Den Haag heen zou willen gaan, dan ga je al 2 uur rijden. Dus dat is heel lang. Maar het lijkt me wel vet om dat bijvoorbeeld in een livestream te doen. Dan ga je gewoon een livestream ga je doen en dan ga je die hele route ga je afrijden. Maar het is niet alleen van Enschede naar Hoofddorp heen. Nee, het is je kunt van Enschede naar Hoofddorp. Je kunt ook naar Zutphen heen. Dus je weet wel, de Sintestrein van Oldenzaal naar Zutphen. Die gaat hij ook maken nog eens. En dan moet ik heel eventjes kijken. Waar kon je nog meer naartoe? Ik had nog Baren, had ik ook nog gehoord. Maar dat zal misschien wel op de weg liggen, denk ik. Weet ik trouwens niet geheel zeker. Hoe lang moeten we trouwens in Den Helder zijn? 34. Oh, nou. Dan mogen we nog even wat doorrijden. Maar goed, ik weet in ieder geval dat de routebouwer die is flink bezig met wat details aan deze route toe te voegen. Nou ja, je kunt natuurlijk niet alles perfect namaken zoals het in real life is. Maar ik bedoel, dit ziet er al gewoon, ja, echt genoeg uit. Er zijn heel veel leuke details aan beide kanten. Ik bedoel, je hebt bomen heb je overal, je hebt wat boerenlanden, trekkers. Nou, je ziet daar ook zie je mensen bezig aan het land. En er verschijnen denk ik allemaal tulpen aan de linkerkant, dus het wordt allemaal ingescand. Ja. Nou ja, ik bedoel, echt inderdaad kun je natuurlijk niet maken. Zo. Ja, hier mocht dus eventjes geen tractie geven vanwege het missen van de bovenleiding. Maar ja, we gaven ook geen tractie, dus dat telt gewoon lekker. Haha, lekker peu. Maar goed. Het is wel een leuke route om overheen te scheuren in ieder geval. Met de volle 130. Ik weet trouwens nog steeds helemaal niet wat dat is. Daar aan de zijkant. Ik heb echt geen idee wat dat is. Ik wou dat ik wist wat het was. Het lijkt op een of andere fabriek. Maar wat maken ze daar? Kom op. Ja, goed zo. En het lijkt trouwens wel een beetje op dat we heel... Oh, als zweefvliegtuig. Nog steeds vergeten te verwijderen. Ik weet nog steeds niet waarom dat zweefvliegtuig erin zit. Maar ik vind het wel hilarisch, dat zweefvliegtuig.
Nou, nogmaals, we hoeven hier niet te stoppen. We naderen nu momenteel Den Helder Zuid. Daar mogen we dus lekker aan voorbij rijden. Oké, misschien niet helemaal. Wij krijgen een... Oh jee, geel sein, ja. Oh jee. Sneller remmen, aap. Mogen we die wissel in ieder geval niet over. Oké, dat kwam nog net goed. Sorry jongens, ik moest die noodrem even erop gooien. Zo, dan kunnen we lekker wachten op die... MP3000 die daar in de verte eraan komt. Nee, gaan we niet rijden. Mijn god zeg. Kijk, we hoeven hier geen mensen in te laten. We moeten hier gewoon stoppen dus. Dames en heren, we staan momenteel even voor een rood sein omdat ons een trein moet passeren. Eén ogenblik geduld, alstublieft. Tenminste, ik neem toch aan dat hij naar het andere spoor heen gaat. Nee, oké, dan is het goed. Ik weet trouwens niet eens, wat doet dat ding hier? Wat doet dat hier? Oh ja, maakt niet uit. En we mogen door. We gaan even vanuit het passagiersaanzicht doen, denk ik. Zo, en dan kunnen wij ondertussen lekker doorrijden naar Den Helder, spoor 3. Eindbestemming van deze trein. Zo, even de seinen in de gaten houden. Nog mooi groen, nou dat vind ik alleen maar top. Groen is altijd goed. Zo. Ik denk dat we het terrein nu wel uit kunnen laten rijden. Oké. Dan gaan we gewoon netjes 60 rijden. Dames en heren, het volgende station is station Den Helder. Dit is de eindbestemming van deze trein. Vergeet u bij het verlaten van de trein uw bagage niet en stapt u over naar een andere vervoerder of is station Den Helder uw eindbestemming, vergeet dan vooral niet om uit te checken. Dames en heren, het volgende station is station Den Helder, eindpunt van deze trein. En ja, nu zijn we dus aangekomen in station Den Helder. En ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Zowel doe even dat blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episodes zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. Zodat je meer van mijn, toffe, awesome, coole en leuke routes kunt zien natuurlijk.
Zo, wij openen even onze deur hier zometeen op station Den Helder. En ik wil zeggen, dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.